Wijken Show met Tineke de Nooi. Je voelt je thuis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nou, er zitten geen Pyreneese berghonden tegenover me. Maar drie hele mooie meiden. En katten. Ja, hele gezellige dames. Marga Scheiden. Of Scheiden. Ik weet het, na al die jaren weet ik het nog steeds niet. José Hubé en Ria Tiels. In de jaren 70 werden ze heel populair met de meidengroep Love. Toen zat Patty er nog in, maar Ria heeft het later overgenomen. Ja. Het is een echte pop- en disco-sensatie geweest. Maar binnenkort gaan ze weer het podium op met het welbekende repertoire. En ze duiken de studio in om nieuw materiaal op te nemen. Nou, van harte welkom. Wat vind ik dat toch leuk dat jullie hier zijn. Ja. En wat zien jullie er mooi uit. José. Dank je. Met je blote schouders en heel bruin en zo'n mooie witte kanten blouse aan. Ja, precies. Nou ja, ik ben een 10 dagen weg geweest naar een warm land. Moet ik laten zien, toch? Ja. Het is natuurlijk lekker weer buiten, dus dat kan niet wel. Zeker op een scooter jazz weer buiten. En dan zitten jullie met zo'n mooie kanten dingen aan. Ja, maar het is hier droog, hè? Dus maar dat is nadat het besluit is gekomen om weer aan de slag te gaan met z'n drieën. En de nodige troubles daarover, want de naam werd geclaimd en gedoe allemaal. Ziet het er dus naar uit dat jullie echt van start gaan met zingen. Ja, dus waar zijn jullie precies mee bezig? Deze kleding is gesponsord, dat is duidelijk. Ja, die hebben we voor de sponsor even aan. Ja. En vanaf juli gaan we sowieso weer optreden. En er zijn een heleboel plannen. Er komt een hele leuke een Facebookpagina op. Hoe heet dat? Ja, Facebookpagina. Zij zit er niet op. Ik zit er niet op. Nee, jij, José en ik wel. Ja, Facebook. Facebook-vriendinnen. En, en verder zijn we druk bezig met een heleboel plannen. Dat staat nog wel op losse schroeven in die zin dat er nog niet helemaal definitief is, maar wel... Dat is wat definitiefs. Nou, goed. Als drie meiden die heel veel hits hebben gehad destijds weer aan de slag gaan, dan moet er een plan zijn. Ja, we hebben een plan en dat hebben we al uitgewerkt. We gaan sowieso beginnen nu in juli, vanaf juli met optreden. En dat doen we in België, Duitsland en Nederland om te beginnen. En dat loopt al meteen heel goed. Dus volgend jaar zijn we al bijna volgeboekt. Nee, dat is echt waar. We hebben al voor volgend jaar ook optredens. Dus dat gaat al helemaal de goede kant op. En verder willen we heel graag... We zijn uitgenodigd in Amerika om een nieuwe plaat op te nemen. En daar is het wachten nog op of wat voor nummers te komen en wat dan ook. Ja. Dus dat zijn allemaal de plannen, maar definitief zijn in ieder geval de optredens, laten we het zo zeggen. Ria, jij hebt heel lang niet meer gezongen. Nee. En hoe is het om nou weer ineens fulltime aan de slag te gaan? Ik vind het best leuk en ook heel leuk grappig dat ik weer die meiden terugziet. Maar ik heb ze toen de tijd, we hadden al continu contact... Ja. En ik ben ook vaak naar hun feesten geweest. Maar Marga had het gewoon het idee, kom op Rie, we gaan het gewoon doen. En ik vind dit veel leuker. Nu zijn we echt met z'n drieën bezig. En we doen niet via een manager die alles regelt voor ons. Maar nu zijn we echt heel intiem met elkaar bezig. We zoeken alles uit. En dat vind ik veel leuker. Wie doet het management? Doen jullie het zelf? Ja. Walter van de Schaaf. Walter van de Schaaf, ja. Werkt voor... Maakt niet uit. Nee, goede manager, heel goed met ons bezig. Die regelt alles. En, top. Een man, een vierde lid, zeg maar, eigenlijk. Het feit dat het altijd verkeerd gaat met groepen... in de meeste gevallen, laat ik het zo zeggen... want je kunt niet constant generaliseren... maar het gaat heel vaak fout. Is door managers, is door producers... is door componisten, tekstdichters. Nou worden jullie hier weer mee geconfronteerd. Nou, het is er een lekkere basis? Jawel. Het is nu wel anders. Je bent ouder. We hebben ervaring. Ook en vroeger ging het eigenlijk ook... Het is met ons best goed gegaan eigenlijk. Dus wij hebben niet veel problemen ondervonden daarmee. Maar het is natuurlijk wel... Als je heel jong bent, weet je ook niks. En het is natuurlijk wel de bedoeling dat je zelf ook een beetje meedenkt. En dat doen we nu wel. Ja, in de jaren 70 werden jullie geleefd. Ja. En het was een beetje plotseling het succes. Dus we waren helemaal niet voorbereid. En uiteindelijk het management ook niet. Dus eigenlijk kwam alles een beetje tegelijk. En dan moet je maar een beetje roeien met de riemen die je hebt. En dat deed iedereen. Ja, en er worden wel eens fouten gemaakt. Maar dat kun je eigenlijk niemand aanrekenen. Omdat het veel te plotseling en veel te intens is dat... Dat werk op dat moment. Ook voor de manager was het te groot wat wij toen bereikt hebben. Maar nu
bijna 40 jaar later, hè, zijn jullie alle drie in een fase van je leven dat je denkt, ja, wauw, laten we doen in plaats van thuis te gaan zitten breien. Ja, nou, het punt is ook, dat vroeger werd me dat altijd al verweten. Ik ben nu inderdaad op een leeftijd, ik wil alleen nog maar dingen doen die leuk zijn. En als dat niet zo is, dan begin ik er niet meer aan. Ik bedoel, hallo, weet je, daar heb ik helemaal geen zin in. En dit is gewoon heel erg leuk. We hebben lol en we kennen elkaar natuurlijk heel erg goed. En ja, dat is bij mij in ieder geval het uitgangspunt geweest. Ik moet echt plezier erin hebben. Nou, ik niet, ik wil alleen maar die man die niet leuk is. Jullie willen wel zingen, hè? Absoluut, zeker. Love met My Number One. De hit die ze destijds maakte, begin jaren 80, denk ik. Ja. Met Ria, die nu weer in Love gaat zingen. Ja, ik zit hier met Marga, met José en met Ria. En ze gaan weer van start met Love. Nou, zei Max, onze technicus, verlekkerd, dat hij vroeger een poster had op zijn muur. Ja. Ach, 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 wat zagen die meiden er toch mooi uit, riep hij uit. Dat zien jullie dankjewel, nog steeds. Dat zien jullie nog steeds. Dankjewel. Maar jullie hadden het, toen moesten jullie het ook hebben van het sexy zijn. Ja. Nou, gooi je die blouse wel naar beneden, zitten jullie hier met blote schouders. Dat ziet er ook zeer interessant uit van de heren, neem ik aan. En de tocht gelukkig niet hier. Nee, maar we hebben altijd geprobeerd om het netjes te om beschaafd te houden. Het waren meer benen bij ons. Ja? Borsten waren in die tijd ook niet aanwezig. Die bestonden niet? Nou, wij niet. Ja. Maar ja, benen, dat was eigenlijk. En die poster waar Max het over heeft, dat is ook eigenlijk alleen maar benen, geloof ik, wat je ziet. Ja, het zit helemaal ja, techniek. Ja. Nu moeten ze het doen met de schouders. Er is heel veel gekrakeel geweest rondom Love. En we moeten even toch wat afstrepen. Patty. Ja, afgestreept. Sorry hoor. Ja, dat wil ik even weten hoor. Hans Vernemert. Afgestreept, klaar. Nee hoor. Nee. Nee, ja, dat was even een beetje. Hans die eiste de naam op na 40 jaar. En ja, dat kan helaas niet. Wij werken er al 40 jaar mee. En wie is Luft? Dat zijn wij. Dus dat is klaar. Is dat klaar? Ja. Goed zo. Maar neem niet weg dat Hans, toen ik hoorde dat jullie in de gang gingen, dat ik dacht, het is ook goed voor Hans als hij weer eens een keer liedjes gaat schrijven voor jullie. Ja, maar dat wil hij niet. Dus ja, houd op. Ja, dan houdt het inderdaad op. Wie gaat wel voor jullie schrijven? Heb je dat wel al? Ja, nou, wat we want hopen. Want dat waren wel ijzersterke hits, jongens. Ja. Nou ja, absoluut, wat we nu hopen is dat het kant op gaat. In Miami is een hele beroemde producer, Juan. Ja, nog een, komt nog twee moeilijke namen achteraan. Juan Losado heet hij, zijn achternaam. Losado, ja. En die is Grammy Award winner. En die doet dan Latijns-Amerikaanse muziek. En het is ontzettend Shakira leuk. Shakira heeft hij gedaan. Ja. En Enrique Iglesias. Maar jullie zijn Nederlandse meiden. Sorry dat ik het zeg. Ja, dat is waar. En daar zitten we ook een beetje mee te stoeien van, is dat wel iets voor ons? Want wij vinden het zelf wel heel leuk, maar is dat ook wat? Dus dat is nog een beetje de vraag. Maar het is in ieder geval wel leuk dat hij het wil. Want dat vond ik eigenlijk al vond ik eigenlijk zo'n compliment. Maar via heeft hij ons benaderd, niet wij hem. Dus dat is hebben met zo'n hoe noem je dat? Intermediair. Ja, zo'n internetlijn, weet je wel, dat je elkaar kon zien. En toen Skype. Skype. Weet je ook. Dat ik dat weet. Ja. En toen zei hij, ik vind het echt een eer als jullie dat leuk vinden. Nou is het natuurlijk wel zo, in Amerika gaat het ook wat anders. Hij weet dat wij miljoenen platen verkocht hebben en heel veel succes hebben gehad. En in Amerika is het net als in Duitsland en in Frankrijk of wat voor landen, die ereartiesten veel langer dan ze in Nederland doen. In Nederland heb je toch al snel commentaar van moeten die nog zo nodig of wat dan ook. En dat heb je in andere landen niet. Nee, Duitsland en Frankrijk. Want die waarderen gewoon artiesten om wat het is. En of je nou 18 bent of 58, dat maakt ze niet zoveel uit. En ja, dat is hier in Nederland wel anders. En daar verbaasde die zich heel erg over. En ook de man die het aangezwengeld heeft, die verbaast zich daar ook hooglijk over. Dus, maar wij trekken ons er niets van aan. Ja. Hoe zit het met de stemmen? Ja, goed. Ja? Is het lekker om weer te zingen met z'n drietjes? Ja, ik vind van wel. Ja, ik heb 3 jaar niks gedaan. En ik vind het nu weer een hele uitdaging om dat weer gewoon leuk te doen. En om het ook weer gezellig te hebben. En ja, we hebben het gewoon hartstikke plezierig met z'n drieën. En we maken weer lol. Morgen gaan we weer de hele dag naar Antwerpen persconferenties doen voor België.
En hoe zit het met het oefenen? Met het repeteren? Ja, dat doen we ook. Ja, dat doen we ook. Nou, vooral die verschrikkelijk moeilijke dansjes. Dat is het grootste probleem. Die dansjes. Die zijn zo verschrikkelijk moeilijk. Nee, die zitten er nog steeds in. Maar we moeten wel oefenen, uiteraard. Ja. En als jullie gaan werken, is het het oude repertoire en nieuwe repertoire. Ja, dat is voorlopig het oude. Want de mensen, ja, natuurlijk, daar komen ze toch voor. Ja, nee, absoluut. Dat is ook gewoon het succes wat je hebt. Dat moet je natuurlijk niet verloochenen. Nee. Of heb gehad. Maar het grappige is ook wat ik net vertelde. Dat een jongetje van 22 mij gisteren ophaalde, die niet wist wie ik was. En toen zegt hij, maar welke liedjes hebben jullie dan gezongen? En toen zei ik, Shanana, oh, The Greatest Lover, zegt hij. Ja. Dus de jeugd kent de liedjes nog steeds. Ja, dat is leuk. Dat is echt heel leuk. Ja. Natuurlijk. Nou, mag ik eventjes een deal met jullie maken? Want ik heb meestal één keer in de maand op vrijdagmiddag live muziek. Is het een mogelijkheid dat jullie misschien dit jaar nog eens een keer langskomen? Ja, natuurlijk. Leuk. He, want het lijkt me heel erg leuk om dat te doen. En nou, het hoeft niet speciaal te zijn met een nieuwe single, maar ik wil gewoon weten hoe jullie lekker klinken in heel de zaal. Goed. En dan wens ik jullie al het succes van de wereld. Dank je wel. Dank je wel. Want het repertoire is ijzersterk. Dank je wel. Merci.